Als je bij zoogdieren gaat kijken naar de poten, dan zal je zien dat er wat verschillen zijn. En het verschil zit hem vooral in welke botten raken nou eigenlijk de grond. Nou, een mens bijvoorbeeld, en ik heb hier de voet van een mens erbij. Een mens is een zoolganger. En bij een zoolganger zie je dat zowel de teenkootjes, de middenvoetsbeentjes, als de voetwortelbeentjes de grond raken. En je ziet bij de mens zelfs dat het hielbeen nog groter is geworden om nog meer contactoppervlak met de grond te hebben. En het gevolg daarvan is dat je een heleboel stabiliteit krijgt met deze voet. En dat is handig, want zeker omdat wij op twee benen lopen, is het handig dat we stabiel op onze voeten kunnen staan, zodat we niet omvallen. Dit is alleen niet de manier waarop je het snelst zou kunnen lopen, want het contactoppervlak is heel groot en de contacttijd met de grond wordt daardoor heel groot tijdens het lopen. Met als gevolg dat er gewoon beesten sneller zijn. En die beesten die sneller lopen, die hebben vaak een andere poot. En ik pak eerst eventjes een kat erbij. Als je hier naar de kat kijkt, en dan specifiek naar de poot van de kat die je hier ziet, dan zie je dat eigenlijk alleen nog maar die teenkootjes de grond raken. En dat betekent dus dat het contactoppervlak met de grond heel erg klein is. Die teenkootjes raken de grond. De middenvoetsbeentjes die staan al omhoog, dus die vormen eigenlijk al een deel van het been van die kat. En die kat die heeft daardoor een veel langer been. En hoe langer je benen zijn, hoe sneller je kan rennen. Nou, dat contactoppervlak is dus niet zo heel erg groot met alleen de teenkootjes die de grond raken. En daarmee is de contacttijd op de grond ook een stukje verkleind, want het afrollen van je voet is korter en daardoor kan je als kat ook sneller rennen. Nou, je kan nog korter contact houden met de grond. En dat is bijvoorbeeld als je op de toppen van je teenkootjes gaat lopen. Die kat die we net zagen, dat noem je een teenganger. Hier zien we een voorbeeld van een topganger. En een topganger die loopt eigenlijk alleen maar op de punten van die teenkootjes. Dit is de poot van een varken. Je ziet hier een teenkootje, het volgende teenkootje en nog een teenkootje. Dit zijn de middenvoetsbeentjes en hier zien we de voetwortelbeentjes. En eigenlijk kan je wel stellen dat dat varken een heel klein contactoppervlak heeft en daardoor veel sneller kan lopen. Die poot wordt ook verlengd doordat er extra botten in de poot zitten. Nou, zo'n varken is denk ik niet het beest waar je het eerste aan denkt bij beesten die snel kunnen rennen. Maar een paard daarentegen, een paard dat is ook een topganger. En wat je bij dat paard ziet, is dat die teenkootjes eigenlijk helemaal met elkaar vergroeid zijn. Dus dit is het benedenste teenkootje, het teenkootje erboven, dat zijn al die teenkootjes samen, zijn één bot geworden. Dit zijn eigenlijk ook teenkootjes bij het paard. Hier zien we vergroeide middenvoetsbeentjes. En de voetwortelbeentjes zitten eigenlijk al, wat zal dit zijn, 50 centimeter boven de grond bij dat paard. Zo'n paard is dus eigenlijk ook een topganger, maar meestal gebruik je hier een andere naam voor en dat is hoefganger. Bij zo'n hoefganger zijn die botten eigenlijk met elkaar vergroeid, waardoor het één geheel is geworden. Nou, dat paard loopt dus echt alleen op de top van dit onderste teenkootje. En hij heeft daar een hoef omheen gevormd om zijn gewicht goed te kunnen dragen. Als je bij mensen gaat kijken die hard gaan rennen, dan zie je eigenlijk dat bij die mens dat ze niet meer op hun hele voet gaan lopen. Die hele zool op de grond, dat is een gigantisch groot contactoppervlak. Mensen die rennen, die gedragen zich over het algemeen als een teenganger. Vooral de teenkootjes raken nog de grond om het contactoppervlak met de grond klein te maken, de contacttijd klein te maken, zodat je heel snel vooruit komt.